Eigenlijk kun je stellen dat zij op hele jonge leeftijd al heel ingrijpende dingen heeft meegemaakt in haar leven. De zaak Willeke Dost is natuurlijk een heel erg tot de verbeelding sprekende zaak. Zij is bijna 27 jaar geleden verdwenen uit de boerderij van haar pleegouders in Koekangen. En eigenlijk is er nooit meer een spoor van haar vernomen. Als je me vraagt hoeveel mensen ik gesproken heb, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Echt tientallen. Klasgenootjes van haar, vriendinnetjes, leraren, haar therapeut, mensen die haar begeleid hebben vanuit Stichting Pleegzorg. En vaak merk je ook als je met mensen in gesprek gaat, dan kennen zij ook weer nieuwe mensen die wat te vertellen hebben. En die hebben toch ook wel een beetje een beeld van haar geschetst wat wij zelf in ieder geval nog niet echt van haar hadden. En ik denk veel andere mensen ook nog niet. Iedere week gaan we één verhaal publiceren. Dat gebeurt op onze website en in de krant. En op onze website hebben we natuurlijk digitaal gezien meer mogelijkheden. Dus dan moet je denken aan meer foto's, audiofragmenten bijvoorbeeld van klasgenootjes die we gesproken hebben, die over bijvoorbeeld de laatste dag van Willeke vertellen. Kaartjes, de geschreven brieven van Willeke. Kortom, daar kun je natuurlijk meer kwijt. Je kunt daar meer vertellen. Er zullen ook video's te zien zijn. Dus wij hopen vooral dat er inderdaad nu ook nieuws loskomt. En dat mensen ook naar voren komen met wat zij weten over wat er met Willeke is gebeurd. Ja, ik zou ook vooral aanraden om even op onze website te gaan kijken.